In Spakenburg Nu kunt u vandaag de volgende onderwerpen zien. Vrienden voor Afrika. Zorg- en wooncentrum De Haven. Teststraat in Haarbrug Zuid. Moedige moeders. We beginnen vandaag met een waarschuwing. Er is namelijk weer een nieuwe babbeltruc. Er wordt aangebeld en de persoon aan de deur zegt dat hij of zij op pad is om woningen te ontdoen van het coronavirus. Zodra hij of zij binnen is, wordt u verzocht om naar een andere kamer te gaan, omdat dat beter is voor uw gezondheid. Op deze manier kan de oplichter rustig uw spullen stelen. Laat niemand binnen om uw huis te ontsmetten van het coronavirus, want dat bestaat helemaal niet. Het is in deze coronatijd ook rondom de stichting Vrienden voor Afrika stil. Maar ook in Malawi waart het virus rond. Hoe zou het daar gaan? In de studio is Rodi Koelewijn. Rodi, wat leuk dat je er weer bent. Yes, dank je. Tijd geleden, hoe is de situatie in Malawi? Nou ja, om te beginnen is het rondom corona nu wat rustiger. We merken dat daar nu het koude seizoen over is. Hè. Het wordt daar nu weer warmer. Nou, en dat betekent dat mensen wat minder binnen zitten, wat minder op elkaar zitten, in elkaar zitten. Waardoor we merken dat het daar toch minder is. Ja. Gelukkig, dat kunnen wij nog niet zeggen. Nee. Jullie, vorige keer dat je hier was, toen zei je we gaan een school bouwen. Hoe is het daarmee? Ja, nou ja, nog steeds volle bak in de voorbereidingen en dan ook al heel in de uitvoering. En we hebben natuurlijk geluk dat wij als stichting puur de mensen in Malawi ondersteunen bij de bouw van deze school. Dus het is niet van ons afhankelijk. Hè? Dus dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Dus onze mensen in Malawi, onze plaatselijke projectleiders, maar ook de hele gemeenschap, die gaat gewoon door. De waterpompen, die is inmiddels geslagen. De container is geplaatst met elektriciteit voor de opslag. De promotieactiviteiten zijn allemaal gestart. Er is een promotiebord gemaakt. Het hele land is bouwrijp gemaakt. Start voor de bouw. Binnenkort worden de voetbalvelden al aangelegd, zodat de kinderen al kunnen voetballen en sporten en bewegen. Alle materialen worden binnenkort besteld, dan wel gemaakt. Hè. Alle betonblokken moeten gemaakt en gegoten worden door de plaatselijke mensen. Dus eigenlijk gaat alles wel door. We hebben wel de bouw natuurlijk uitgesteld. Hè. We zouden in april bouwen. Nou, toch wel een klein jaar. Omdat ook in Malawi natuurlijk er een lockdown was en mensen niet meer mochten reizen. En dat was natuurlijk niet mogelijk dan om materiaal te maken. En er was nog zoveel onwetendheid dat wij ook hebben gezegd, ja, pas vooral heel erg op. En wacht eens maar de laatste cijfers af. Ja, en de andere kant waar we wel zorgen over hebben is eigenlijk meer niet alleen corona, maar eigenlijk de side effects. Dus eigenlijk de gevolgen daarvan. Dus dat we zien dat in het gebied waar wij werken, zijn bijna 7.500 meisjes, kinderen, tieners, zwanger. En dat zijn erg. Tussen de 10 hoe mooi een zwangerschap ook is, maar niet. Ja, niet in die vorm. Tussen de 10 en de 18 jaar. En zelfs toch wel 150 meisjes ook tussen de 10 en 14 jaar. Dus dan praat je echt wel over kinderen. En dat heeft ons. Daar zijn we ook van geschrokken. En is dat een side effect, zoals je zegt? Ja, wat er gebeurt is dat kinderen niet meer naar school konden. In Nederland hebben we dan natuurlijk gewoon de gezinnen thuis en even genoeg ruimte. Maar daar moet je rekenen dat je natuurlijk allemaal in een heel kleine oppervlakte zit. Dus kinderen, jongeren, tieners gaan naar buiten toe, gaan geld verdienen. Want er is ook te weinig geld daardoor. Wat gaan ze doen? Ze gaan weer mensen thuis bijvoorbeeld schoonmaken. Ja, en dan wordt er dus ook, worden er ook meisjes verkracht. Er worden ook gewoon meisjes die gewoon uit een stukje verkering een kind krijgen, jong. Dat zijn rond de tieners vooral. Maar daar zijn we van geschrokken. Toen hebben onze plaatselijke mensen ook gezegd, hier moeten we wat mee. Dus hebben wij gezegd, nou, vertel wat jullie kunnen doen. Dus dan hebben ze een project opgezet samen met de overheid, met Social Werk daar en Child Protection Service, de kinderbescherming. En zijn ze het project aan het uitdraaien. En dan gaan ze vooral kennis geven over de gezinnen. Hoe ga je om? Hoe voorkom je het? Hoe ga je de band met je kind versterken? Dus eigenlijk preventief voorkomen dat als het weer zal gebeuren, zo'n lockdown, dat je voorkomt dat die kinderen zo jong zwanger raken, dan wel ook verkracht worden. En er worden bijvoorbeeld ook nummers uitgedeeld, zoals de kindertelefoon hier.
En ja, daar hebben we volle bak in geïnvesteerd. En Wilde Ganzen heeft daar ook aan bijgedragen. Het project was 5.500 euro. En Wilde Ganzen heeft vorige week toestemming gegeven om ook een derde te financieren. Wat mooi. Maar nog even daarop terugkomend. Is kinderverkrachting dan normaal daar? Nee, natuurlijk niet. Absoluut niet. Alleen, je ziet ook gewoon dat de sociale structuren veel minder goed zijn ingebed als dat hier is, hè? De dorpen zijn vaak heel afgelegen. In het dorp waar wij werken, ja, je moet je voorstellen dat daar eigenlijk nog... Daar is eigenlijk nog geen ontwikkelingswerk geweest, hè? Wij zijn eigenlijk de eerste pioniers in dat gebied. Dus je merkt ook gewoon dat het heel afgelegen is. Mensen hebben geen internet over het algemeen. Mensen hebben geen beltegoed. Dus ja, waar ga je naartoe, hè? Het is een groot taboe. En als je iets doorvertelt in jouw gemeenschap... Ja, schaamtecultuur wordt ook daar heel erg speelt. Dus ja, er wordt veel onder de hoge hoed gestopt. Ja, en daar zijn gewoon heel veel zorgen over. En daar zijn de mensen van ons nu in Afrika ook volle bak op in aan het zetten. Ja, om te voorkomen dat dat natuurlijk weer voorkomt of nog steeds zichzelf voortzet, zeg maar. Wat erg. Ja. Hoe gaan de mensen om met corona en de maatregelen en dergelijke? Het wordt nu gelukkig minder, zeg je, maar... Ja, hoe is de hygiëne ook? Kijk, wat ik zei, minder is ook vooral, de cijfers zijn minder. We weten in de praktijk niet per se hoeveel het er zijn. Hè. Onze plaatselijke mensen zeggen in de regio dat het nu daar rustiger is. Maar hoe mensen er weer omgaan, is heel verschillend. Kijk, dan de mensen in het gebied, bijvoorbeeld, is een kleine stad, die snappen wat een virus is. Hè. Maar heel veel mensen snappen niet wat een virus is. Echt? Hoe ga je dus iemand uitleggen die geen onderwijs heeft gehad wat een virus is? Dus er wordt veel nagedacht over hekserij, over dat iemand bezeten is. En mensen denken ook, als je het eenmaal hebt, kom je er nooit meer vanaf. Dus dan ben je een of andere afgedamd en verdoemd, want dan ben je dus altijd besmettelijk. Dus ook dat project gaat erover dat we dus... Er zijn boekjes gemaakt in Nederland, in Europa, in allerlei talen, om COVID uit te leggen aan kinderen. En die ook in Chichewa, de taal daar. En die worden ook uitgedeeld en worden hele activiteiten opgesteld. Wat is nou een virus? Hoe hou je de hygiëne goed bij? Dus daar wordt ook volle bak op ingezet. Om ook gewoon kennis te geven over wat het wel en ook wat het niet is. En er worden samen met verschillende stichtingen daar mondkapjes uitgedeeld. En beschermingsmaterialen om ook te voorkomen dat het zich verspreidt. Ah, mooi bezig. Ja. Maar hoe werkt dat nou dat jullie aansturen om daar de lokale bevolking te laten bouwen? Ja. Dat is zo mooi, maar hoe werkt dat? Ja, dat is... Ik kan er kort wat over vertellen. Wat er eigenlijk gebeurt is dat wij in Nederland zeggen van... Oké, wij willen jullie ondersteunen, zeg maar, wat jullie nodig hebben. Dus er is nu een promotieteam opgesteld met een paar mensen uit Nederland en de rest in Malawi. Nou, de mensen uit Malawi die opperen ideeën aan. Een voetbalveld, we willen een promotiebord, et cetera. En dan gaan wij kijken in Nederland, nou, wat hebben jullie van ons nodig? Nou, bijvoorbeeld nu voetbalshirts, waar we verschillende voetbalelftallen in Nederland breed ook bekende clubs, die worden dan toch benaderd om daar naartoe te schepen. Kijk, dan, we kunnen het daar gewoon niet kopen. Maar alles wat daar te krijgen is, wordt ook daar gewoon zelf gekocht. Om te ondersteunen. Om te ondersteunen. Vervolgens hebben we een development comité opgericht in die dorpen. Die eigenlijk zich bezighoudt, hoe kunnen we de ontwikkeling in het dorp stimuleren? En welke bijdrage heeft die school hierin? Alle kinderen en ouders worden betrokken bij al die activiteiten. En vervolgens hebben wij natuurlijk een projectteam. Gewoon twee mensen van ons die uit Malawi komen, die van ons daar werken. En die coördineren eigenlijk het hele proces. En we hebben daar gewoon via Teams, via chat, via videochat, hebben we gewoon live vergaderingen. Waarin de mensen uit Malawi erbij zijn en wij hier erbij zijn. En dan kijken wat er nodig is en wat de actuele situatie is. En zo proberen we ook de komende tijd continu te ondersteunen. Wat mooi. Ja. Wat mooi, want inderdaad, als de mensen het zelf doen, dat heeft het meeste effect. Ja, zeker. Hoe gaat het met jullie team hier in Nederland? Ja, goed. Kijk dan, we zijn natuurlijk allemaal, de gemiddelde leeftijd is voor de helft van het bestuur boven de 60, boven de 70 zelfs eigenlijk al, voor een deel. Dus we proberen vooral digitaal bij elkaar te komen. En je ziet wel dat een aantal bestuursleden zijn gewoon druk met hun bedrijven. Die jongens die zijn hard aan het werken om hun kop boven water te houden. Dat laat ik ja, zo zeggen. Dat heb je en dat, deze en dat tijd. Is gewoon. Ja. Andere mensen krijgen er veel meer werk bij in de zorg. Dus we proberen wel. Ik probeer een hoop taken als voorzitter gewoon nu uit te voeren. Ik heb er lekker de tijd voor. Zodat we ook de jongens hier gewoon druk zijn kunnen ontzien. En voor de rest gaat het goed. Weet je. We blijven ook vertrouwen. En dat is ook hetgeen waar we voor staan. Hè. We zien gewoon dat deze gemeenschap kan dit. En ze hebben ook, weet je, in die videochats, dan hoor je. Er zijn al een paar zinnen waar ik me aan vasthoud. Hè.
En dan zeggen ze, we can do this. We kunnen dit voor elkaar krijgen. Mooi, weet je, dit lukt ons best. En dan denk ik bij mezelf, ja, dat is wat het is. En die school is eigenlijk, ja, is dat het doel op zich? Misschien, eigenlijk is de gemeenschapsopbouw is je doel. En die school is het puntje op de i. Die komt er echt wel. Maar hoe je zo'n gemeenschap meekrijgt, dat is bepalend of zo'n school uiteindelijk ook gewoon toekomst heeft. Nou, ja, en dat heeft COVID eigenlijk als positief effect, dat ze het nu echt helemaal alleen doen. Geweldig. Ja. En stel dat die school helemaal klaar is, die draait, gaan jullie dan naar een ander gebied of ga je daar nog weer een schepje bovenop doen? Ja, mooie vraag. Nou, kijk, onze vrijwilligers, we hebben natuurlijk ook een hele club vrijwilligers in Nederland die het doel was om daar naartoe te gaan. Nou, we kijken nog steeds wat de mogelijkheden daarvoor zijn volgend jaar. Hè. Want het is altijd goed om kennis te delen. Dus dat loopt ook nog voor een deel. En als we straks deze school hebben gebouwd, is de eerste fase van deze school, dat betekent de eerste 4 klaslokalen. En die volgende 4 volgen nog. Hè. Dan gaan we naar de full primary school. Dus we zullen in dit gebied nog wel actief blijven. Kijk, en voor de rest hebben we ook contacten in Malawi met veel plaatselijke stichtingen, dan wel Stichting uit Malawi. En daarnaast hebben we ook contacten natuurlijk in Nederland, Wilde Ganzen, Edukans. En we proberen ook daar samen te werken om te kijken van ja, hoe kun je nou met z'n allen werken aan dit doel? En vervolgens, het grote doel, hoe kunnen we ook het curriculum op overheidsniveau, beleidsniveau beïnvloeden, zodat we nog beter onderwijs krijgen voor de kinderen in Malawi. En een ander gebied, ja, ik zeg altijd zo, 1 school is goed, 100 is ook goed. Het droom moet je hebben. En we gaan het zien. Ik denk dat dat een hele mooie is. Ja. Dromen moet je hebben. Zeker. Jullie zijn geweldig bezig. Ik dank je wel voor dit gesprek. Dank je. En heel veel mooie dingen nog gaan doen daar, ja, hoor. Ja, dank je. Komt goed. Elke eerste maandag van de maand komen de moeders samen in En Passant. Helaas kan dat door de strenge coronamaatregelen voorlopig niet meer doorgaan. Maar u weet het. De moedige moeders zijn er om u te helpen en dat blijft zo. Heeft u een vermoeden van verslaving in uw omgeving? Of bent u misschien zelf zover dat u hulp wilt om van uw verslaving af te komen? Schroom dan niet en bel gerust naar Tini 0615164051 of Geke 0625548895. 2 weken geleden brachten wij u op de hoogte van de situatie in woon- en zorgcentrum De Haven. Inmiddels willen we wel graag weten hoe het nu is. Paul Sneep is bij ons in de studio. Paul Sneep, welkom in de studio. Hoe is de situatie in De Haven? Ja, zo'n 2 weken geleden heeft Martin Noordegraaf, mijn collega, het een en ander verteld. En er is wel wat veranderd sindsdien, ten goede, mag ik zeggen. Wij zijn 2 weken geleden begonnen met openen van een cohortafdeling, omdat het aantal besmettingen opliep. Gelukkig kwamen die overigens allemaal van dezelfde afdeling. Dus het was niet zozeer dat het door het hele huis ging, als wel op 1 plek in huis. Wij hebben 4 mensen op die afdeling verpleegd de laatste weken. 1 van hen is overleden. 2 zijn vandaag teruggeplaatst naar de eigen afdeling, omdat ze lang genoeg klachtenvrij waren. En er is er nog 1 over. En 1 iemand op een speciale cohortafdeling, dat vinden wij geen goede oplossing. Dus ook die bewoner is weer terug naar de eigen afdeling en wordt daar in isolatie en met beschermende kleding vanzelfsprekend verpleegd. Dus de cohortafdeling De Botter is weer zonder cliënten. En dat is op zich een hele fijne ontwikkeling. Geeft geen garantie voor de toekomst, nee, dit soort resultaten. Maar het is wel fijn te constateren dat na die eerste besmettingen van 2 weken geleden er geen nieuwe besmettingen bij zijn gekomen. Nee, want jullie gingen natuurlijk in een grote waakpositie van niet weer. Ja, we hebben het heel erg gehad in maart, april. En dat is nog niet nu het geval, dus daar zijn we wel heel blij mee. Hoe doen jullie aan preventie? Nou ja, goed, we hebben natuurlijk de bezoekregeling fors ingeperkt weer. We hebben sinds 2 weken de verplichting voor alle medewerkers om ook, als er niet sprake is van directe contacten, zorgmomenten, in de gemeenschappelijke ruimte een mondkapje te dragen. Dus ook ik en mijn collega's, als we door de gang gaan, een kopje koffie halen, dan is het mondkapje voor. Dat is een belangrijk stuk natuurlijk. En bezoekers die bij bewoners op
op de kamer komen. Ja, voor wie de anderhalve meter wellicht toch een net even te grote afstand is, die krijgen een chirurgisch mond-neusmasker uitgereikt. Dat is kwalitatief beter dan wat we normaal gebruiken. Maar die mogen we niet voor buiten de zorg gebruiken. Nee, begrijpelijk ja, ook. Ja. Maar kunnen mensen dat aanvragen of krijgen ze kennend? Dat wordt dan overhandigd bij binnenkomst. Ja. Nou, als ik nou aan preventie denk, het zorgpersoneel loopt overal. Hoe gaat dat met deze mensen? Moet er veel getest worden? Zijn daar veel bestanden? Ja. Wij testen enorm veel. En we hebben ook toch wel weer aardig wat besmettingen onder medewerkers gehad. Maar heel divers in allerlei diensten, zowel extramuraal als intramuraal. Wij hebben sinds begin oktober, in de loop van september zijn we weer begonnen. Toen kwam het eerste signaal. Hebben wij denk ik al gauw weer 100 medewerkers getest. Misschien zelfs wel meer. Misschien wel meer, ik weet het niet precies. En hebben wij al wel weer rond de 20 besmettingen gehad onder medewerkers. Voor zover mij bekend in het algemeen geen ernstige vormen van de ziekte. De meeste van die medewerkers die eind september, begin oktober zijn getest, zijn ook alweer gewoon aan het werk. Die hebben de nodige quarantainetijd achter zich en zijn lang genoeg klachtenvrij. Dus wat dat betreft is het beeld niet zo somber. Zeker niet zo somber als ik hoor van heel veel collega-instellingen. Wij missen wat mensen, natuurlijk. Ja, en wij missen ook wat mensen doordat ze in quarantaine zijn vanwege het wachten op een testuitslag. Maar dat is allemaal nog binnen het redelijke. Wij hebben niet de grote zorgen voor wat betreft de invulling van onze diensten die we ook landelijk wel tegenkomen. Ik herinner me dat deze week toch ook de voorzitter van onze branchevereniging Actis in het nieuws nogal de noodklok heeft geluid. Voor wat betreft hoge percentage uitval van zorgmedewerkers. Zo sterk als het toen verwoord werd, herkennen wij niet. Wij zitten sowieso goed met een passende formatie. En daarbinnen hebben wij ook niet extreem veel ziekte. Een ziekteverzuim tot en met deze maand van 4,6%. En dat is heel laag in de zorg. Heel laag. Nou, ja, dat is mooi om te vertellen, toch? Ja, en dus vooral in deze tijd. Dat zien we dan in oktober wel wat oplopen, maar niet tot in het extreme. En mijn teamleiders zullen misschien wel denken dat ik er wat makkelijk over spreek, want die zijn dagelijks bezig met z'n allen om diensten in te vullen. Hè? Ja, dat, en roosters dat, weer veranderen. Ja, dat voortdurend wisselingen. En als er dan besloten wordt op zeker moment om een cohortafdeling te starten, dan moeten ze weer allemaal vol aan de bak om dat weer vol te krijgen. Hè, dus ja, we moeten er wel veel voor doen, maar het lukt nog. Dat is mooi. Als ik nou denk aan dagbesteding, hè, want heel veel mensen komen daarheen of doen aan dagbesteding. Hoe werkt dat nu? Nou, we hebben natuurlijk in maart, april, ik weet er precies de datum niet meer, maar onze hele dagbesteding moeten stopzetten. In die zin, mensen konden de haven niet meer bezoeken, maar we hebben wel onze medewerkers volop ingezet om de meest schrijnende situaties toch om daarin toch te hulp te komen. Dus bezoek bij de mensen thuis. We hebben heel wat mensen thuis bezocht die normaal gesproken onze dagbesteding bezoeken. Zoveel mogelijk ondersteund. Zodra het kon zijn we met kleine groepjes begonnen. Met echt de mensen voor wie het hardst nodig is dat ze een dagbesteding bezoeken. Maar de grootte van de groep zoals we die hadden, zo'n 15, 16 mensen, Dat is gewoon ten eenmale niet meer mogelijk. Nee. Dus dat hebben we ook niet meer hervat. We zijn overgegaan op een maximale groepsgrootte van 8. Dat betekent dat je minder mensen kunt helpen. Om die reden hebben we meer avondopenstelling ook ingeregeld. Zodat we wat dat betreft het leed een beetje kunnen verzachten. Maar wij kunnen niet aan alle indicaties nu voldoen. Dat is duidelijk. En om die reden zijn we ook
en dat is niet voor nu tijdelijk, dat is echt voor langere tijd, aan het kijken of wij toch een deel van de haven beschikbaar kunnen maken als tweede plek voor dagbesteding. Ja, want dat is en, echt wel urgent. Ja, dat is echt urgent. Dat staat ook in het jaarplan voor 2021 als een van de speerpunten benoemd. Een tweede locatie dagbesteding. En dan kunnen we ook naar verschillende sferen, verschillende soorten dagbesteding gaan. Nu is het bij wijze van spreken voor iedereen geldt hetzelfde programma. Het is één groep en ja, die groep heeft een bepaald aanbod aan activiteiten en bezigheden. Als je straks twee groepen hebt, kan je ook onderscheid gaan maken. Ja. Even heel globaal, hè? Mensen meer gericht op knutselen, klussen, creatief bezig zijn. Of op misschien buiten bezig zijn. En een andere groep meer gericht op wat huishoudelijke activiteiten of iets dergelijks. Maar jullie blijven puzzelen. Ja, we blijven toch kijken hoe we zo goed mogelijk onze cliëntgroep kunnen bedienen. En binnen de mogelijkheden die we hebben. Ja. Nog even over de brasserie. Bijvoorbeeld komen ook wel mensen van buiten af eten. Incidenteel. Hoe gaat dat? Kijk, onze cliënten zijn bekend hè, bij de medewerkers van de brasserie. En we hebben gezegd, wij willen niet meer een vrije toeloop van buiten. Dat is te ongecontroleerd. Past ook niet bij het landelijk beleid van sluiten van horeca. Dat is waar. Maar er zijn schrijnende situaties. En die bekijken we per geval. En dat betekent concreet dat toch een paar mensen vanuit de nabije omgeving, voor wie het wel heel schrijnend is als ze niet gebruik kunnen maken van deze faciliteit, dat die toch komen. Nou. Dus we hebben een klein beetje bezoek van buiten. En we houden in de gaten dat het niet te vol wordt. Dat de afstanden in acht worden genomen. Dat alle hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Daar is men streng op. Nog eentje. Stel dat ik nu ineens verzin van, ik wil mevrouw die en die gaan bezoeken in de haven. Kan dat zomaar? Nee, dat kan niet zomaar. We hebben nu een digitale registratie met behulp van een app. Waarmee mensen zich aan kunnen melden. Overigens, mensen die techniek niet beheersen of in huis hebben, die kunnen het ook nog op een andere manier hoor. Maar wij willen het zoveel mogelijk van tevoren digitaal binnenkrijgen. Waarin mensen ook verklaren gezond te zijn en geen klachten te hebben. En dus ook om die reden bezoek kunnen brengen. Daarmee houden wij ook in de gaten of er niet te vaak en te veel bezoek komt. Want de regeling op dit moment is voor de bewoners in de haven dat ze per dag twee mensen bezoek mogen krijgen. En ja, als daar sprake is van kinderen onder de 12, dan kan er nog eentje mee, bij wijze van spreken. Maar daar houdt het wel mee op. Dus dat houden we wel in de gaten, dat er niet ongelimiteerd bezoek voor iemand komt. Die aantallen die houden we in de gaten. Ja, dat is eigenlijk, merk ik, dat jullie alles goed in de gaten willen houden om het onder controle te houden. Het wordt echt nauwkeurig vastgelegd. Ik ken zorginstellingen waar een schriftje aan het begin ligt van, wilt u alsjeblieft uw naam opschrijven enzovoort. Nou, dat is voor ons onvoldoende. Wij willen daar echt goed beeld van hebben. Dus we hebben een, voor degenen die in de haven zijn geweest, we hadden dat eerst in de sluis gepositioneerd, de poortwachter, om het zo maar te zeggen. Maar nou, met die deuren open en dicht was dat geen fijne werkplek. Dus we hebben nu in de hal een klein hokje gemaakt met glazen schermen waar mensen zich kunnen melden. Ik word wel een beetje blij als ik het zo hoor, want het klinkt goed. Ik hoop van harte dat het zo blijft en dat we geen lockdown of iets dergelijks hoeven, want dat is schrijnend. Hartelijk dank. Voor de informatie. Wij ook. Bedankt dat ik weer de gelegenheid had om er iets over te vertellen. We hopen inderdaad dat de situatie eerder beter dan slechter wordt. Ja. Maar de berichten uit de samenleving zijn nog niet heel goed. Nee, nou, maar we blijven optimistisch. We blijven het met spanning afwachten. Dank. Bedankt. Steeds vaker horen we dat er extra teststraten worden geopend. Zo ook in Bunschoten. Daar is sinds donderdag een teststraat in het Steenland. We vroegen initiatiefnemer Patrick Dreyer waarom dit initiatief. Waarom initiatief? Eigenlijk bij toeval. Ik heb mensen ontmoet op een bijeenkomst. En een aantal daarvan hadden hele mooie bedrijven. En een
Een beste meneer, die had een heel mooi bedrijf in apotheekspullen, zal ik maar zeggen. En die was een testraad begonnen, een sneltest, met een groep met mensen. En ja, toen werd ik nieuwsgierig, want wij zitten zoals je weet in de evenementen. En ja, daar is al maanden, ligt dat op slot. En ja, toen kwam dat als een idee bij mij, omdat ik, hey, misschien is dat wel iets om bij ons in Spakenburg te doen. Want ja, we zitten ook daarin, staan we aan de top. Hè? Ja, dus, dit is dan iets minder leuk. Ja, maar ja, één voordeel. Spakenburg staat overal mee aan de top, toch? Zo is dat. Daarom. Maar het is sinds donderdag geopend. Hoe werkt, ja, hoe gaat het? Hoe loopt het? Het gaat heel goed. Mensen moeten het nog even weten. We komen vandaag in de Spakenburgse krant met de advertentie. En we doen een social media campagne. Ja, en dan is het afwachten natuurlijk. Ja. Er gaan natuurlijk heel veel mensen naar buiten de plaats om te testen. En ja, ik denk dat wij het hier... ja, we kunnen het sowieso minimaal net zo goed. En we zijn een stukje goedkoper. Ja, mag ik de prijs vragen aan je? €85 ex-BTW. Maar hoe kunnen mensen bij jou terechtkomen? Moeten ze eerst klachten hebben? Of kunnen ze ook zeggen, van ik wil het nou eens weten of ik het wel of niet heb? Hoe werkt dat? Ja, je kan je altijd laten testen. Ook al, ja, heb je geen klachten natuurlijk. Komt u maar. Laat maar komen. Nee, maar zo, ja, zo werkt het niet. Maar een heleboel mensen... ja, twijfelen of ze het hebben, of ze zijn wel ziek, of ze zijn verkouden. En het zit vooral met het werk van, hey, en thuis zitten wachten tot je een keer mag gaan testen, werkt ook niet. En bij ons kon je gewoon je aanmelden via de website. Dan vul je alles in en je kan al, ja, soms al binnen een uur kan je terecht. Ja, en dan met een kwartier weet je het. Dus dan kan je of je moet naar huis toe en even ook even de dokter raadplegen als je positief getest bent. Wij zorgen dat het bij de GGD komt. Dat, die verbinding hebben we met hun. Ja, en dan, ja, dan is het wachten. Ja, dus ook wat bij jullie getest wordt, komt in de lijsten. Komt in de cijfers. Ja, maar alleen de positieve. Ja, dat begrijp ik. Ja, de positieve, ja, worden doorgegeven. De negatieve, die verdwijnen gewoon. Staan dames te testen. Wie testen hier? Zijn dat mensen die opgeleid zijn? Ja, er zijn mensen die uit de zorg komen en opgeleid zijn. Ja, dus... mijn jongens die de patatten lopen te bakken en normaal de poffertjes lopen te bakken, die doen het absoluut niet. Nee, want die zou hebben eigenlijk niet zo lekker hier het hele verhaal niks mee te maken. Dus die, dat is echt een aparte tak. Dit is echt samen met het bedrijf Drachten. Wij doen eigenlijk alleen het spul faciliteren. En, ja, en de dames of de jongens die de BIG-registratie hebben, of die nemen de test af. En ze gaan het zo laten zien hoe dat gebeurt. Het is een fluitje. Eigenlijk is het een fluitje van een cent. Het is zo gebeurd. Hoe reageren mensen? Au, of valt het Nee, het gaat goed. Het gaat goed. Af en toe krijgen ze even een traan in de ogen. Maar verder, je moet gewoon voorzichtig doen. Mensen even geruststellen. Weet je wel? Want iedereen is toch een klein beetje zenuwachtig als het gebeurt. Maar het valt echt reuze mee. We gaan even kijken hoe dat allemaal gaat. Okay. En moet ik je nou succes wensen of hopen dat je binnenkort weer poffertjes kunt gaan bakken? Dat zou het allermooiste zijn, toch? Dat hoop ik dus. Want dan zijn we allemaal weer aan de gang. Dank je wel. Ik denk dat het heel lang duurt voordat wij weer aan de gang mogen eigenlijk. Ja. Dus succes zolang dit nodig is. Zo is het. Oké, dank je wel. In Spakenburg nu was er weer volop aandacht voor het coronavirus. En Rodi vertelde ons over Malawi. Kijk zondag weer naar Los op Zondag. Maandag naar Uit de Oude Doos. Dinsdag zoeken we weer een vrij item. En woensdag kunt u ons weer verwachten met Spakenburg Nu. Nog een fijn weekend. En u weet het, zorg goed voor uzelf en voor de mensen om u heen.